zal zegevieren, de orken, zal de levens van de elfen in tweeën delen, waardoor het goede leven van deze zielige, niets levende wezens wordt begraven en het slechte wat in ze naar boven zal komen, wordt gewaarborgd in het leven van een Andaliaan. De elfen zullen voor eens en voor altijd trouw blijven aan de macht van Andal. Demi. Leon? Ja. Oh. Leon, wat is er? Ik had een nachtmerrie. Ik hoorde stemmen. Laten we het er niet over hebben. Je bent 3 dagen in slaap geweest, Leon. Je bent echt volledig bewusteloos geweest. Het laatste wat ik me nog kan herinneren is dat ik in gevecht was met Cult Rock. Dat kan aardig kloppen, want het laatste wat ik mij kan herinneren is dat je hem volledig doodsloeg in de lava. Oké. Heb je verder nog ergens last van? Want je bent echt gewoon 3 dagen nokkie geweest. Ja, ik weet niet wat er aan de hand is. Even frisse lucht, toch? Ah, geweldig. Leon, ik heb misschien iemand die je wel wil spreken over wat er nu met Era aan de hand is. Oké, waar is die? Volg mij maar. Oké, dat doen we. Maar hoe is het verder met jou? Want jij was er toch ook bij? Ja, klopt. Hij heeft me in mijn nek geslagen met zijn bel. Gelukkig had ik wel armor aan. Ik heb alleen een flinke litteken op mijn rug. Maar gelukkig hebben we in Era magische, ja, drankjes die ervoor zorgen dat mijn genezing sneller verliep. Oké. Daar zijn we dan, Leon. Ja. Ah, Leon. Moet je eens zien dat je gedeerd bent? Ja, goed. Wel leven in de kaart. Ja, precies. Ik dacht niet dat ik er levend vanaf zou komen, om eerlijk te zijn. Je moet jezelf niet onderschatten. Je bent niet onze koning. Ja. Maar wat doe jij hier? Waarom ben je niet in de tovenaarsschilde? Dat is juist het probleem. De elfenkaart is overspoeld met orks. Wat? Orks? Laten we bij het begin beginnen. Terwijl je onderweg was, naar de richting van Kaf en Demi, hebben de orks elfenkaart aangevallen. Kaldrok had nog 1 specialist onder zijn mantel. En zijn geest, Dode, die geen angst kent. Namens Race of Blackshift. Hij voedt zich op de zielen van levende wezens. Zo kan hij levende vorm aannemen om zijn krachten te versterken. Terwijl Sam meegenomen werd door de orks. Sam? Meegenomen door de orks? Ja, en hij is onder hypnose gebracht door Razor. Ze zullen hiervoor boeten. Niet alleen Sam is onder hypnose gebracht, maar alle elfen van Elven Guard zijn dat. Razor heeft een mechanisme waarmee hij de hypnose kan uitvoeren. Als deze kapot kan worden gemaakt, zullen de elfen vrij zijn. Kunnen wij Elven Guard weer terugnemen. Dat klinkt als een plan. Laten we ze pakken. Het gaat niet zomaar. We hebben hier meer mensen voor nodig. Welke mensen? Als alle elfen onder hypnose zijn gebracht, wie kan ons helpen buiten Era? Maar Leon, we hebben toch vrienden in Zarok? Laten we hen gewoon vragen of ze ons kunnen helpen. Die hebben hetzelfde druk. Hun land wordt overspoeld door soldaten uit de Provnik. En Eros dan? Waar is onze alliantie? Die zijn te ver weg. Dat lukt ons nooit op tijd. Dan hebben we nog maar 1 optie en dat is dat we naar Zephyr moeten. Ik ken daar genoeg mensen. Ze kunnen ons helpen. Je bent gek. Dat zijn onze vijanden. Die vertrouwen ons nooit. Maar Leon, dit is echt onze enige kans. Verder zal het onmogelijk zijn om iemand te regelen. Hij heeft gelijk, Leon. Je moet naar Zephyr. Als het niet anders kan, dan moet het maar. Maar Leon, dan ga ik wel met je mee. Je kan hier niet alleen. Ik ken alle wegen in Zephyr en heel veel mensen. Nee, jij blijft hier. Jij moet de legers leiden, zodat wij samen, als de tijd rijp is, die een of andere Razor kunnen slachten en doden. Ik ga het alleen doen. Ik zal hem ook klaarmaken. Ja. Era moet terugkeren naar de plek van vrede en vreugd. Nou, als het zo moet, dan doen we het maar. Ik ga op weg naar Zephyr. Jij moet je klaarmaken met de legers. Zorg ervoor dat jij genoeg magie hebt en dan kunnen we gaan. Tot ziens. Oké. Tot ziens. Gegroet, Leon. Oh man. We kunnen al een klein eindje moeten lopen, maar ik ben in ieder geval nu in de zuidelijke landen.
Oh, ik ben hier al heel lang niet meer geweest. Ik zie dat het al wel weer tijd is om de boel te oogsten, maar dat gaat alleen al een beetje moeilijk omdat alle boeren natuurlijk nu onder hypnose zitten. Misschien dat die orken nog voor zorgt, of wat het ook mag zijn, ik weet niet eens wat het is, dat in ieder geval die landen worden geoogst. Maar goed, nu zullen wel alle orken in het land of in de hoofdstad zitten. Ik denk dat het maar gewoon verstandig is dat ik een boot ga halen. Ja, in Edera, of hoe heet het dorp nou ook weer? Het staat op het bord, even kijken. Volgens mij was het... Oh, er is een kip op. Lol. Oh ja, het was Eldar. Ik weet al zelfs niet eens meer welke dorpen er in mijn land zitten. Nou, het is maar goed dat we in ieder geval nog langs die borden komen, want anders hadden we het vergeten. Maar goed, in Eldar liggen nog wel een paar boten. Want als ik nu naar de Galleon Halls ga, daar is sowieso niks te vinden. Het is daarom maar gewoon verstandig dat we deze kant op gaan. Ik hoop in ieder geval dat hier niet al te veel orks zitten, of in ieder geval helemaal geen. Dus we gaan het gewoon voorzichtig aanpakken. Het moet ook een beetje stil zijn, dus we gaan het heel voorzichtig doen. Heel voorzichtig. Wacht even, is dat iets? Ja, dat is een ork. Dat is een ork. Hoe ga ik hier langskomen? Langs het huis dan maar, even zien. Oh, het is hier zo donker, ik zie hier bijna niks. Misschien dat hier ook wel orks lopen, dat moeten we natuurlijk ook niet hebben. Even zien. Hier zit een ork. En... daarachter zit een ork, oké. Dan moeten we naar de boot zien te komen, maar ja, hier zullen natuurlijk nog geen orks zitten. Even zien, dit veld langs, kunnen we er hier uit? Ik heb nog een bijl meegenomen van de houtzagerij, dus we kunnen hier op zich gewoon even uithakken. En dan kunnen we eruit komen. Ja, goed idee. Daar is de boot. Zitten hier nog orks? Ja, daar zit nog een ork. Moeten we nou echt heel stil zijn, niet door het licht heen lopen, want anders vallen we te veel op. We gaan hier gewoon achterlangs. Dit is gewoon een snelle rennpunt. Oké. Kunnen we... Ja, we gaan geen deuren openmaken, want anders worden we straks gesnapt. In ieder geval, oh, daar zit een ork. We moeten echt zo stil mogelijk zijn. En kijken of we daar langs kunnen komen, zonder dat we gepakt worden. Eens even zien, daar zit een ladder. Daar kunnen we naartoe rennen. Even kijken hoe die orks staan. Oh, ze zijn totaal bezig met het vuur. We gaan even een snel sprintje trekken. Is hem door? Nee, ze blijven nog steeds met het vuur zitten. Oké, we moeten hier naartoe springen. Spring! Nee! Oh. Oké. Zo, op de boot. Oh. Oké, dan niet. Zo wil die lopen. Oké. Ze hebben me nog niet door. Dan gaan we maar rustig doen. We gaan in ieder geval met deze boot weg. Ik hoop dat ze ons niet vinden. En laten we maar snel gaan dan.